Nou, dit is mijn jurk. Mooi, hè? En mijn make-up. En we gaan nu mijn haar eruit halen. Ik zit in de stoel met Fem. Nou, ik zit in de stoel, ja. We hebben dus altijd ruzie over wie hier zit. Nee, maar wacht even. Laat ik het even uitleggen. Nou, we zijn nu onderweg naar de gemeente. Want we gaan de papieren we gaan de papieren tekenen. En dan kan je officieel niet meer van me afscheid. Mijn verloofde dit, mijn verloofde dat, vond ik echt niet lekker klikken. Nu kan ik eindelijk zeggen, mijn man. Ik ga even mijn man bellen, hoor. Ik weet niet, ik ga het even aan mijn man vragen. Waar is mijn man? Nou jongens, kijk wat ik van de video heb gekregen. Oh my god. Hallo, nou ja, hallo jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ieder ligt daar met zo op de grond. Prima goos, kom jij eens even hier schatie. Kom, mama. Oh. Hij houdt van zijn piano. Kom maar. Mama, spitsen die gooien. Ik ben met Eden en... Oh, waar moet je nou kotsen? Ik ga het gewoon vegen met je broek, hoor. Yo, ik ben met Eden en Eden is zo cool. En ik ben je mama. Weet je wat jij bedoelt? Oh, nu is Eden. Ja, goed zo. Wauw, ja, goed zo. Kom maar verder. Wauw, piano speel je met één hand. Dat is goed. Kom maar verder, mama gaat klappen. Ja, dat doet iedereen goed. Goed zo. Ja, dat doe jij goed. Lekker kwel over je piano heen. Heerlijk, schat. Hij neemt zijn piano solo heel serieus, als jullie zien. Gekkie. Je bent echt een gekkie, hoor. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ik heb mijn haar net gedaan bij Dio. Als deze vlog online komt, dan heb ik het al online gezet. Dus oh my god, ik ga trouwen. Maandag ga ik trouwen. Zaterdag gaan wij een fotoshoot doen. Dus morgen. Dan die foto's ga ik dan plaatsen zodra wij getekend hebben. Zodat jullie weten. Hé, hey, doe eens normaal. Zodat jullie weten dat wij getrouwd zijn. Oh my god. Morgen is dus een shoot. Ik heb al de trouwjurk gehaald. Iden. Ik heb al de trouwjurk gehaald. Morgen komt een make-up arts me opmaken. Een vriendin van me die gaat foto's maken. Dus ik ben helemaal hyped. En de hair is giving though. Het is weer zo'n dag, hoor. Ik moet hem echt entertainen om hem in slaap te laten vallen. Ja. Zodra hij ziet dat ik wegloop, nou, begint hij te schreeuwen. Ik moet echt erbij zijn voordat hij in slaap valt. Dat had ik echt anders moeten doen toen hij baby was. Ik heb hem echt vertroeteld. Hey. Hoe laat leven? Even kijken op de live van de video waar hij is. Ik ben echt een stalker. Even kijken waar die is, hoor. Hey, hij is voorbij huis gereden. Waar is hij? Even goed inzoomen. Almere Haven, wat doet hij daar nou weer?
Hallo jongens, ik ben nu in het G-Hotel in Amsterdam. Het is echt een mooi hotel hier. En ik word nu opgemaakt, want ik ga vandaag met Daf de shoot doen dat we zijn getrouwd. Ik heb ook mijn trouwjurk achterhangen en ik word nu opgemaakt. Oh, die foto. Ja, ik ga straks een TikTok maken, jongens. Maar oh, deze foto is echt vreselijk. Als je ook op Google zoekt, vond ik het dan. Dan zie je ook echt allemaal van dit soort lelijke foto's van mij. Nou, in ieder geval. Ik word zo opgemaakt. Ik heb ook mijn lashes meegenomen. Oh, jeetje. Ik heb mijn lashes meegenomen. Ik moet nog even kijken welke het gaat worden. Ja, en we gaan even dit verschrikkelijke hoofd fixen. Melike gaat me opmaken. Ja, ze maakt echt goede bridal make-up. Dus ik ben echt benieuwd hoe ze me gaat omtoveren in een princess. Komt helemaal goed. Ja, toch? Yes. Nou, dit is mijn jurk. Mooi, hè? En mijn make-up. En we gaan nu mijn haar eruit halen. Zometeen. En dan gaan we even een TikTok maken. Ja, wat vinden jullie? Welke cijfer geven jullie mijn jurk? Die jurk is van Sarah Bridal. Wat? Hij schreeuwt ook gewoon zo doorheen. Ja, altijd? Nou, ik ga niet de trouwjurk naar de première hoor. Oh my god. Kapot mooi. Toch? Periode. Wauw. Hoe zet ik dit uit? Wauw, echt mooi. Nou, she's gonna get her veil on. Daar komt de bruid. She looks like a queen. Oh mijn gosh, jee. Wauw. Echt mooi. Ik voel wat trek aan mijn bruid. Ik ga mijn pruik van mijn hoofd af. Tik met dat kroontje, dat gaat helpen. En het zonder ligt ook mooi, hè? Ja, die make-up is gewoon echt mooi. Wat? Nee. Zo, so, oh my god, dit is de look, jongens. Alleen nog mijn kroontje erop. And we're ready. Ja, wat lichter. Ik schaam er wel naar erg op. Ja, dat is goed. Het is meer zo bridal, weet je? Het andere is meer editor. Viskoekjes. Kipvleugels. En daar hebben we er twee van. Ik heb er eentje links en eentje rechts. We staan nu bij Krabby Thai. Lekker. Ik heb kip met kokoscurry. En rijst. Wauw. Goedemorgen, jongens. Oh. Ben ik toch vertiefd zwakker gemaakt, joh. Zijn hier de ochtend het eten kan brengen. Zal ik het uitvoeren? Super. Nou, anyways. Super lief van G-Hotel dat ze eten kan brengen. Tot wanneer we mogen eten voor de mensen die geen moslim zijn. Je mag tot een bepaalde tijd, zeg maar, eten in de ochtend. Zijn ze er aan. Ze hebben ons eten gebracht. Dit wanneer je zo diep slaapt. Vannacht is ook het brandalarm afgegaan. Maar dan word je helemaal wakker dat je niet eens meer weet wie je bent, waar je bent, welk tijdperk het is. Nou, precies dat had ik. Pardon. Dus ik heb nu even mijn ontbijtje gegeten. Of ze van douchen. Zo ontbijt ik ook nog hier. Als ik net wakker ben, dan kan ik echt niet veel eten. Ik moet echt plassen. Ja jongens, daar zitten we weer. Ik ben trouwens weer opgemaakt door Melike, toch? Ja. Ja, sorry. Het is echt vreselijk. Ja, ik denk altijd
Nou ja, laat maar. Nou, in ieder geval, ik ben weer opgemaakt. Ik zie er weer helemaal op en top uit. Gisteren trouwens ook. Oh mijn god, het was echt prinses. En ik zit er in de stoel met Fem. Nou, ik zit in de stoel, ja. We hebben dus altijd ruzie over wie hier zit. Nee, maar wacht even. Laat ik het even uitleggen. Ja. Het gaat zeg maar niet om de stoel. Nou ja. Voor mij wel. Voor jou gaat het om de stoel. Kijk, voor mij gaat het om mijn goede kant. Maar ik zeg tegen Von, volgend seizoen halen we een lekkere stoel. Ja, inderdaad. Want ik krijg echt een houten kont van dit. Ja. Mijn kont gaat gewoon de andere kant op door deze stoel. Nou, in ieder geval gaan de laatste afleveringen opnemen. 5 en 6. En dan zit seizoen 2 er alweer op qua opnamedagen. Heel veel zin in. Ja, we hebben weer veel te bespreken vandaag. En ja, ik zou zeggen, als je nog niet bent geabonneerd op onze Spotify of onze TikTok of onze Insta, begin te volgen op alle kanalen. Want op Instagram ga je ook een paar behind the scenes zien. Dus volgen. Nu. Volgen. Nu meteen. Nou jongens, vandaag is de dag. We gaan trouwpapieren tekenen. Dus dat betekent dat dan officieel man en vrouw zijn. Ja, ik wist niet zo goed wat mensen aandoen wanneer ze gaan trouwen. Dus ik heb een soort jurk aan. Een hakken. Geen idee. Maar ja. Toen ik naar de gemeente ging, zeiden ze dat ze ook foto ging maken. Dus dan moet ik er wel goed uitzien, hè. This is the look. Nou, we zijn nu onderweg naar de gemeente. Want we gaan de papieren tekenen en dan kan je officieel niet meer van me af, schat. Dus je hebt nog eventjes om na te denken. Ja. Ik zet jou wel gewoon af, hè? Ja? Is goed. Dus oh ja, je moet nog helemaal online je achternaam gaan veranderen. Dat wordt nu dus niet gelijk veranderd. Helemaal? Ja. Dus je moet helemaal online gaan. Ja. Zo. Dat helemaal. Ja, ik dacht, ja, als je dan gaat trouwen, dan wordt het gewoon automatisch veranderd, toch? Ook niet, dus. Nee. Ik dacht dat we daar juist gewoon naar de gemeente gingen. Maar wat doen ze dan met de gemeente? Tekenen. Het is gewoon voor de show. Doe een krabbeltje dan, hè? Ja. Zo. Ik dacht, we gaan naar de gemeente omdat daar dan de naam wordt gewijzigd. Maar ook dus niet. Nee, dat moet online. Jezus. Nu is gewoon papier tekenen. Maar wat voor papier tekenen dan? Ring. Huh? Snap dat het gewoon officieel is, toch? Ja, maar je zou dan toch denken dat bij die papieren dat ook de naam wordt gewijzigd. Nou, blijkbaar niet. Dat is gek. Ik vind het ook gek dat je moet betalen om te trouwen. Ja. Om alleen een papiertje te tekenen. Dat is heel gek. Heel raar. Dat vind ik heel raar. Twee bakkie 30 of zo was het. Ja. Nou. Dat is wel... Ons getuige is ook weer eens te laat. Ja? Ja. Zeg, kan niet meer. Dan verklaar ik Marine Schoenders, ambtenaar van de burgerlijke stand, dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Oh. En dan mogen jullie elkaar feliciteren. Nou, gefeliciteerd. Ja jongens, it's official! Nu heb ik mijn verlovingsring aan deze kant. En mijn trouwring aan deze kant. Kijk hoe mooi, hè? Oh my god! Ja, ik ben nu gewoon officieel getrouwd aan mijn married woman. Mijn verloofde dit, mijn verloofde dat. Vond ik echt niet lekker klikken. Nu kan ik eindelijk zeggen, mijn man. Ik ga even mijn man bellen, hoor. Ik weet niet, ik ga het even aan mijn man vragen. Waar is mijn man? Heb jij toevallig mijn man gezien? Oh joh, eindelijk. Hey, ik ben kapot blij. En heel veel mensen... Oh mijn god, mijn broertje app me. Hey, ben je getrouwd? Ik heb gewoon niemand verteld. Maar ja, echt erg. Ja, we hebben ervoor gekozen om geen bruiloft te doen. Ik vind het ook heel mooi dat we in de Ramadan zijn getrouwd. We wouden eigenlijk zo snel mogelijk trouwen, maar de wachtrij was gewoon super lang. We hebben echt twee maanden moeten wachten voordat we konden trouwen. Dus geen feest. Heel veel mensen zeggen over, ja, hoe ga je trouwen in de Ramadan? Er mag geen muziek geluisterd worden, maar we hebben het letterlijk niet gevierd. We hebben alleen een shoot gedaan. Dus bij deze ook de antwoorden op jullie vragen. We hebben het gewoon lekker klein gehouden. Ik heb pas gisteren of eergisteren tegen mijn moeder gezegd dat ik ga trouwen. Dus echt niemand wist het ook. En heel veel mensen zijn ook boos. Omdat ze denken dat het dus een bruiloft was en dat ze niet waren uitgenodigd. Die zijn letterlijk boos op een bruiloft die...
niet heeft plaatsgevonden. So, don't worry. Ik ben wel van plan om wel gewoon weg te gaan met familie of zo. Naar het buitenland of iets om het te vieren. Maar we moeten nog even kijken. Voor nu was het voor mij belangrijk dat we gewoon nog getrouwd zijn. Alles is halal. 2 uur. En ja, het leven gaat gewoon door. Ik ga nu mijn orders inpakken. En dan vind ik dat ik klaar ben voor vandaag. Want ik ben echt wel kapot vroeg wakker geworden voor Eden. En that's it. Ik zie jullie later weer. Jongens, kijk. Dit is mijn abaya uit Dubai. Ik had deze laatst aan, maar had ik hem aan. Ik weet niet. Ik had hem ergens aan. Iedereen vroeg, waar heb je deze vandaan? Maar deze heb ik dus van Knifezoek. Daar hebben ze hele mooie abaya's voor €20 max. En ja, als ik weer naar Dubai ga, wil ik echt meer abaya's halen. Maar ik kon mezelf weer niet beheersen. Dus ik heb weer dingen gehaald bij Timo. Maar dit keer heb ik wel echt alleen geshopt voor Eden. En die jongen, die eet zo vreselijk wild. Dus ik heb allemaal van die bordjes gehaald. Bij die van wat eten die je met zo'n zuigelop aan de tafel kan zetten. Oh, ik zie het alweer. Ik heb weer een veel grote maat gehaald. Nou, dit als eerste een setje voor Eden. Veel te groot. Nou, die past hier als die 1 jaar is. Kapot cute. Wat is dit? Oh, een shirtje die erbij hoort. Ja, dat is wel heel groot. 1 tot 2 jaar staat er. Nou, oké. Ik had ook een paar rompertjes voor hem gehad. Oh, deze is wel cute. Kijk. Ik ben ook echt zo makkelijk te influencen, dat is niet normaal. My first Ramadan. Hoe cutie. En deze had ik gehaald toen Eden net was geboren. Maar iemand in dit huis heeft het weggegooid. Maar dit is zo'n slappertje. Want als hij eet, echt, dan gaat alle kanten op zijn mond, in zijn haar, in zijn oog, in zijn neus. Dus dit is een slappertje die je dan om kan doen. En dan kan hij lekker knoeien. Dit is een 5. Wow, hij is best wel groot. Dat had ik niet verwacht. Kijken. Hier kunnen ieders de hapjes in. En het ziet er echt. Dat lijkt echt zo'n een restaurant eten, jongen. Ik zag dit op Timo en ik dacht: dit moet ik hebben. Ja, dan doe je dan fruit in, groente, vlees. En dan kan je het gewoon lekker zelf pakken. Ik heb echt veel besteld, man. Dat is niet normaal. Hier een hele zak. Vingerborsteltjes om zijn tandjes mee te poetsen. Hij heeft nu 2 tandjes en hij stinkt soms uit zijn mond in de ochtend. Dus ik dacht, hij moet echt een tandenborstel hebben nu. Wat heb ik hier? Oh, een oefenlepeltje en oefenvork. Want ik mag hem niet meer voeren, hè. Mijn zoontje is Eden, die is 8 maanden en ik mag hem gewoon niet meer voeren. Dus ik dacht, ik ga gewoon uittesten met deze lepel en vork. Dan moet hij maar lekker zelf doen. En dit is het tafeltje waar ik het over had. Kijk, dit is het bordje waar ik het over had. Omdat ik hem dus geen eten meer mag geven, dacht ik van, ik haal zo'n bordje. En dan kan hij lekker zelf eten. En dan zitten de zuigermapjes op, zodat hij het bord niet van de tafel afbleurt. Want daar houdt hij ook wel van, om alles op de grond te gooien. Meer oefenbestek. Oh, deze is ook leuk. We gaan hier dezelfde, maar in een andere kleur. Nog eentje in een andere kleur. Deze bestelling heeft voor €72 gekost. Eerst dacht ik wel best duur, maar ik heb er wel echt heel veel van gehaald. So I don't mind. Kijk, dit vind ik ook zo'n leuk bordje. Kijk nou hoe cute. Met 2 olifantjes. En hier zit zo'n zuignap ding bij dat het op tafel kwam. Pino die was net zo lief om mijn orders weg te brengen. Dus ik ben eindelijk klaar voor vandaag. Nou is er nog een hele berg was. Wat gewassen moet worden. Maar ik vind dat ik vandaag klaar ben. Ik ga lekker genieten. Ik heb trouwens net ook... hoe moet dit? Zo.
Ik heb net ook online gezet dat ik en de vier zijn getrouwd. En mijn telefoon is helemaal opgeblazen. Ook familie die me allemaal berichten stuurt van, ben je getrouwd? Echt erg. Nou ja, in ieder geval superleuk. Hoort hij zo? Nou, zit niet echt bepaald vast of zo. Volgens mij hoort hij niet zo hoor. Zo. Ja, zo moet die. Zo, die zit echt. Wat dit? Die zit echt. Die zit echt stevig vast aan de tafel, joh. Nou, ik krijg hem er gewoon niet meer af. Oh, zo. Oh, er zit een lipje. En dan. Zo. Dan kan je hem eraf halen. Maar hij zit echt muurvast, dat ding. Zonder dat je dat lipje zeg maar aanraakt, dan gaat hij er ook niet vanaf. Wat een top ding. Helemaal top. 10 out of 10. Toen moeten ze maar eens gaan betalen voor promo. Want mijn geld, joh, mijn salaris gaat hier naartoe uit. Nou, ik ben even klaar voor vandaag met filmen. Ik ga morgen verder filmen. Ik was echt voor deze video leuk, maar ik ga gewoon verder morgen. Dus ik zie jullie later weer. Of kort voor 8 inmiddels. En Ida. Die besloot me om 7 uur 's ochtends wakker te schreeuwen. En hij heeft me net een beetje geflashed. Hij ging zo doen alsof hij ging slapen. En nu is hij weer klaar wakker. Dus ik heb nu al honger. Ik denk dat ik even mijn jas aan ga doen. En ieder zijn pakje aan ga doen. En dat we even gaan wandelen. Want dan valt hij in slaap. Ja, schatie. Ik houd echt van die drukke dingen. Wat is het daar? Nou, wij gaan denk ik maar eventjes buiten lopen. En daarna ga ik even een broodje voor ieder maken. Met de bordjes die ik gisteren heb gehaald. Nou, dit is hier zijn breakfast. Gelijk het slabbertje omgedaan. Bordje pindakaas met aardbeien, yoghurt, meloen en druifjes. Nou jongens, kijk wat ik van de video heb gekregen. Oh my god. Kijk hoeveel rozen, joh. Hij wou het eigenlijk gisteren geven nadat we waren getrouwd. Maar het was niet op tijd binnengekomen. Oh my god, echt zo lief. Met een kaartje erbij. Hit. Oh, zo lief, hè. Wat een schatje is het ook, hè. Goedemorgen iedereen. Nou, ik lekker op gedetailleerd. Zeg maar, mama. 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 Nee, dat vind ik niet leuk hoor. Oh, dat is interessant hè. Wat is dat dan? Bam 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 bam. Nou, lekker ontbijtje, jongen. Kijk hier, iedereen geniet mee. Dat schort, de grond, iedereen. Vandaag op het menu: broodje kaas, meloen, ei en zijn favoriete koekje, maar die heeft hij waarschijnlijk nog niet gezien. Oh, oeps. Ja. Kijk die ei op zijn oor. Oh jongens, mijn gezicht ziet er echt niet uit.
Maar dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond deze vlog echt leuk. Omdat ik ben getrouwd en alle dingetjes bij elkaar zo. Oh, mijn bek stinkt, joh. Ik ben vannacht wel wakker geworden om te eten. Heb ik kipburger gemaakt. Maar dit zat op mijn tafel. Het staart me echt aan. Als je deze video leuk doet, natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vloggie.